Goedendag, welkom. Hoi. Ik ben G. Hallo, Bart. Hi. Van Berkel. Hi. Welkom. Leuke plek zitten we, hè? Ja, zeker. Zo op ja. Het dak van uitzicht. Hotel Nimma. Mooi uitzicht op de achtergrond. Mm-hmm. Ik denk niet dat je eerder op zo'n setting bent geknipt. Nee, zeker niet. Nee. Flink bos met haar. Ja, dat... Mooie krullen. Ja, nou dank je. Wat mag ik van het kapsel gaan maken? Nou, er mag zeker wel wat af, zo met het warme weer, zo wat er aankomt in de midden, vooral ook aan de zijkant. Ja, bovenop gewoon iets langer laten vind ik vaak wel fijn. En het model mag in principe van hetzelfde blijven? Ongeveer, ja. Je hebt er nou niks in, normaal gesproken heb je er wel... Normaal doe ik een wax in inderdaad, maar ik dacht ja, ik ga aan de kappen, dus dan laat ik dat er maar niet in doen. En als je de wax aanbrengt, wat doe je dan? Is het een droge wax of is het een wet look wax, een beetje een natte wax? Nee, wel redelijk droog, ja. Oké, okay, ja. Dat smeer je op de handpalm, smeer je dat dan zo erin of kneed je dat erin? Ja, van allebei een beetje zo, ja. Oké, okay, en dat doe je op nat haar denk ik dan, hè? Ja, als net precies, ja. En draag je dan volgens naar achter of gaat het wat meer opzij of laat je ga je de krul accentueren en laat je het een beetje vallen zoals het valt? Dus het valt dan een beetje zo één kant op, zeg maar zo. Ja. Bijvoorbeeld en hier een beetje zo naar voren. Het is vooral, dus zoals je ook in de spiegel nou ziet, hij is heel erg rond. Ja, en vooral hier mag het wat teruggebracht worden, denk ik. Ja. Prima. En je bakkenbaard, want je hebt toch een beetje een baard. Zal ik je bakkenbaard in laten verlopen in je baard? Of wil je echt dat ik een bakkenbaard voor je uitlijn? Nee, laat maar verlopen. Dat mee verlopen, ja. Dat is ook wel wat natuurlijker. Prima, gaan we doen. Oké. Okay. Heel wat water nodig om een flinke bos nat te krijgen. En heb je nog planning voor de zomer? Nou, ik ga met mijn ouders en zusjes naar Sri Lanka. Daar ben ik geboren. Okay. En ben geadopteerd toen ik jong was, zeg maar. Een paar weken oud. Mijn zusjes ook, zijn tweeling. En we zijn één keer eerder terug geweest op vakantie en nu deze zomer gaan we weer. Oké. Okay. Ja. En dus nou voor de tweede keer? Ja. En hoe was het? Hoe oud was je toen je werd geadopteerd? Geadopteerd was ik 6-7 weken. Dus okay. echt heel jong, ja. En hoe was dat voor jou om de eerste keer dan in je geboorteland aan te komen? Toen we daar op vakantie gingen, ja, het voelde voor mij toch eigenlijk vooral echt wel als vakantie. Natuurlijk is het ben je er veel meer op gericht op het land. Ja. Bijvoorbeeld in het nieuws is of zo. Ja, dat is wel een speciale betekenis natuurlijk voor je als je daar geboren bent. Maar ja, het is niet zo dat toen ik daar kwam dat ik zoiets had van dat het in die zin van dat ik er echt een extra band voelde. Of zo. Ja. Het is meer dat je wel het weet van je bent hier daar geboren. Ja. Daarom is het ook wel echt een indrukwekkende ervaring. Uh-huh. Maar ja, het was echt vooral toch een rondreis zeg maar, met gewoon het land bekijken eigenlijk. Okay. Niet zozeer als doel om de biologische ouders... Nee, precies. Niet zo'n op zoek naar de roots of iets dergelijks. Nee. Heb je wel behoefte ooit aan gehad? Nee, ik niet. Nee, je hoort wel van veel mensen dat ze dat hebben. Ja. Ik heb het nooit echt gehad. Vandaag nog iets in de planning. Ga je nog wat leuks doen vandaag? Hierna moet ik eigenlijk thuis gaan wat gaan opruimen. Ik had zo'n beetje gedacht, het is hier een goede dag voor. Ja. En ook weer wat voorbereiden. We hebben natuurlijk morgen weer de politiek. Dus dat heb ik als raadslid. Iedere woensdagavond is het weer vergadering, zeg maar. Je bent raadslid? Ja, gemeenteraadslid voor de SP. De SP? Ja. Hoe lang doe je dat al? Dat is nu bijna 4 jaar. Dus ik ben een half jaar voor de verkiezingen, dus eind 2013 ben ik erin gekomen. En daarvoor ook al met politiek actief geweest in de jongeren? Ja, precies. Dus bij de SP ben ik nu 10-11 jaar actief, denk ik. Inderdaad, eerst bij de jongerenclub. Dat is gewoon hartstikke leuk natuurlijk. Veel acties, ook met studenten en op de scholen en zo. Ik kan me herinneren, we hebben toen ook actie gevoerd voor een OV-kaart voor mbo'ers en zo. En dat soort dingen, dat zie je nu pas. Na al die jaren zie je daar de resultaten van. Ja. Maar dat is wel, dat soort dingen doe je dan. En later bij de, zogezegd, de grote mensen SP, zeg maar. Daar in het bestuur en zo gezeten. En op een gegeven moment ook op de lijst gekomen, dus de gemeenteraad in. Mooi. Hoe oud was je toen je wist van ik wil met politiek iets gaan doen? Ik heb nooit echt gezegd ik wil die kant op met politiek, maar dat ik echt politiek geïnteresseerd was, dat is denk ik op de middelbare school een beetje gekomen. Zo 16, 17 jaar oud, toen had je Fortuin. In die tijd, toen leefde politiek in één keer weer. Daarvoor was politiek een beetje saai met de paarse kabinet. Er gebeurde eigenlijk helemaal niks. Nee. En in één keer gebeurde dat allemaal. Ja. En toen had je natuurlijk ook heel veel internationaal, heel veel dingen, net zoals de oorlog in Irak en al dat soort, dat soort grote onderwerpen. En dan raak je in één keer geïnteresseerd. En rond die tijd was het een beetje.
Maar je kan natuurlijk geïnteresseerd raken in bepaalde onderwerpen. Maar wat was bij jou net dat ene dat je dacht van ik wil dan ook mee gaan doen en misschien beleid gaan... Ja, nou ja, het is, als je op een gegeven moment echt weet wat je wilt, dat is wel belangrijk. Ik heb op een gegeven moment echt wel ontdekt van, nou, ik ben echt wel links, zeg maar. Ik vind dat de inkomens oneerlijk verdeeld zijn. Ja. De welvaart is zo oneerlijk verdeeld. En ook als je nu kijkt, in de jaren 90 was alles moest geprivatiseerd worden en geliberaliseerd worden. Ja. Nou, dat zijn wel dingen daar, daar was ik het echt niet mee eens. Ja. Nou, als je dat dan zo duidelijk terughoort, dan sluit je op een gegeven moment aan bij een partij. Dus je denkt van, ja, die... op een gegeven moment hoorde ik Marijnissen vaak in debatten. Jan Marijnissen was toen nog de partijleider. Ja. Ja, die vond ik zo goed. Die zei eigenlijk bijna iedere keer wat ik eigenlijk zat te denken als ik naar zo'n debat keek. Dus dan denk je bij jezelf van, nou ja, dat is een goede club. Dan moet ik me misschien maar bij aansluiten. En wat zijn jouw activiteiten zo als raadslid? Wat doe je allemaal? Nou ja, je doet... aan de ene kant heb je natuurlijk de vergaderingen, maar dat is meer het saaie werk, zittend op de stoel, zeg maar. Maar je gaat ook nog vaak de hort op, zogezegd, op pad. Ja. Bijvoorbeeld voor bestemmingsplannen, wat ook mijn onderwerp is. Dan kun je nog eens bij mensen op bezoek gaan en mensen vragen, goh, wat vindt u dan van de plannen? En soms hebben mensen ook echt kritiek op die plannen, krijg je de brieven van en zo. Dan ga ik nog wel eens een keer langs om gewoon te vragen van, nou, wat is uw verhaal precies? Dat is gewoon goed om het verhaal van verschillende kanten te horen. Yeah. Want anders hoor je het alleen maar vanuit het gemeentehuis natuurlijk. Het is gewoon goed om van mensen zelf te horen wat ze ervan vinden. Dus... ja, nee, dat hoort daarbij. En natuurlijk gaan we ook vaak als SP gewoon met z'n allen langs deuren en campagne voeren natuurlijk. Als er verkiezingen weer komen, dan sta je veel op straat en zo onze bekende schuursponsjes uit te delen. Ja, dat is alles bij elkaar zo'n beetje wat je doet. Dus een beetje een combinatie van dingen. Want we hadden het pas als SP, toevallig hadden we een bijeenkomstvergadering dat we middag bij elkaar zaten om eens eventjes ook een beetje vooruit te kijken. Ja. En toen zei op een gegeven moment iemand van... ja, ik weet wat mensen vinden, want ik ben pas nog bij de kapper geweest. Ik zeg het zo. Ik ben pas bij? Bij de kapper geweest. Ik zeg het zo dan. Ja, bij de kapper, daar hoor je het allemaal natuurlijk. Ja. Dan hoor je wat mensen echt vinden. Dus vandaar, nou, ik denk, nou, ik zit nou bij de kapper, laat ik het eens vragen. Wat vind jij nou echt? Wat kan nou in Nijmegen beter of anders? Nou, ik denk dat die persoon eerder bedoelde dat als je bij de kapper zit, dan heb je dus het gesprek wat ontstaat. Mm-hmm. En de kapper die is het luisterend oor heel vaak. Oké. Natuurlijk heeft de kapper ook wel zeker wel mening. Maar als je mij vraagt, ja, wat kan 1, 2 jaar zo beter? Oh, ik heb wel misschien iets waar ik iets over kan, wat beter kan in Nijmegen. Dat was Nijmegen, dat is een landelijker verhaal, denk ik. Mm-hmm. We hebben 3 kids. 2 van de kids zitten op een middelbare of op een basisschool. En die vallen onder de Connexus. En dat is, vorige week kwam dat in het nieuws, op nu.nl stond het ook van Nijmeegse scholen vragen ouders om voor de klas te staan. Ja. Er is een enorm tekort op sommige scholen aan invalkrachten, waardoor er soms klassen, die moeten dan gesplitst worden en die gaan dan naar andere groepen toe. Of in het ergste geval wordt een klas gewoon naar huis gestuurd. Ja. Dat is wel, dat is echt schandalig natuurlijk. Kijk, dat... moet ik eerlijk zeggen dat ik niet precies weet hoe dat op dit moment in Nijmegen daarmee staat. Want dat is inderdaad niet mijn onderwerp. Maar ik heb dat inderdaad ook gehoord. Kijk, als je dat soort verhalen hoort, dan denk je wel bij jezelf, ja, waar investeren we wel in, weet je wel. Dat, je hoort vaak mensen roepen, belastingen moeten omlaag, moeten kleinere overheid hebben. Maar als ik dat soort dingen hoor, dan denk ik, nou, weet je, dus die overheid zou juist de middelen moeten hebben, het geld moeten hebben om dat soort situaties echt te voorkomen. Dat zou nooit moeten gebeuren. En onderwijs is in die zin zo ontzettend belangrijk. Ja. Daarmee leg je eigenlijk de basis voor de hele samenleving van de toekomst. Dat, dat moet gewoon goed zijn. Ja. Nou, zijn we wel, als ik het goed begrepen heb, onderwijsstad van het jaar geworden. Dus in die zin zit het met onderwijs in Nijmegen nog redelijk oké. Ja. Maar ja, het kan altijd beter. Dus dat onderwijs zou ik altijd gewoon hartstikke veel op inzetten. Want uiteindelijk betaalt het zichzelf dubbel terug, denk ik altijd. Wat heb je zelf gestudeerd? Ik heb politicologie gedaan. Ja, en dat is gewoon heel breed natuurlijk, politiek in zijn algemeenheid. Geef me de master in? De master niet, de bachelor heb ik hier in Nijmegen gedaan. Ja, en ik ben verder zelf... meer geïnteresseerd geraakt in wonen eigenlijk meer als onderwerp, zeg maar. Hoe in? Wonen. Wonen. Als onderwerp. Ja, wonen en bouwen en zo. Okay. Dus dat is niet iets waar je per se voor, waar ik voor gestudeerd heb, zo, maar dat is gewoon in die raad ook waar ik me het meest mee bezig hou. Okay. En dat is ook heel belangrijk natuurlijk. Dat, er zijn heel veel dingen heel belangrijk. Waarom is wonen zo belangrijk voor jou? Ja, omdat het alles raakt. Het raakt natuurlijk het inkomen van mensen. We hebben met de woningcorporaties en dus de sociale huurwoningen, dat is de manier om mensen met een lager inkomen
toch een beetje financiële verlichting te geven. Want als al die mensen op de vrije markt zouden moeten huren of kopen, dat gaat niet eens. Dan zouden die mensen echt geen geld overhouden. Zouden ze echt nooit fatsoenlijk kunnen wonen. Dus daarom is het heel belangrijk. En daarnaast ook omdat je maakt ook de wijken in je stad. Je maakt je stad eigenlijk door te zeggen van in deze wijk willen we een bepaalde sfeer of een bepaalde uitstraling hebben. Dus ook nieuwe stukken die je bouwt. Natuurlijk ook hier achter ons nu aan de overkant van de Waal, de Waalsprong noemen we dat dan. Ja. Ja, daar worden de hele stadsdelen worden daar gemaakt eigenlijk. En dat is ook super interessant natuurlijk. Want dat vormt Nijmegen voor de komende misschien wel 100, 200 jaar. Want je bent dan raadslid en daarnaast werk je ook? Op dit moment niet. Op dit moment ben ik op zoek naar part-time erbij inderdaad. Want de raadslid is een beetje part-time. Ja, hoeveel uur gaat er in zo per week? Ja, dat verschilt heel erg. Maar ik zou zeggen gemiddeld zo'n 10, 15 uur zeker wel. Okay. En heb je net een jaar gehad waarin je bijvoorbeeld twee verkiezingen hebt of zo? Nou, dan is het zeker meer. Dan ga je naast de dingen die je voor de gemeenteraad doet, ga je ook natuurlijk veel de straat op en langs de deuren en zo. Dus dan zit het nog wel wat hoger qua uren. Okay. Maar nu nog lekker dus genieten van nu inderdaad vrije tijd die je dan hebt. Dan heb je inderdaad iets meer vrije tijd, dat is waar. Wat voer je dat in? Heb je nog wat hobby's of zo waarmee je dat invult? Dan doe je nog ook eens een keer wat extra's voor de raad en natuurlijk solliciteer je ook. Verder heb ik qua hobby's, ik zou eigenlijk iets meer op de spinningfiets moeten zitten. En dat ben ik de laatste tijd ook aan het doen, zeg maar. Op de spinningfiets moeten zitten. Okay. Dat ben ik de laatste tijd ook aan het doen, dus daar maar wat extra tijd in steken. Maar het is niet dat ik verder lid ben van clubs of zo. Oké. Okay. Wat jij dan? Wat heb jij voor hobby's? Hobby's? Vroeger tekende ik best wel veel en toen ik met het kappersvak begon op mijn 15e, toen werd dat minder, totdat ik erachter kwam van nee, ik kan ook in het haar tekenen. Okay. Dus ik maak een klein beetje muziek met de MIDI keyboard, software en dan ik doe een beetje aan video editing, maar het is gewoon echt allemaal, het is niet op professioneel niveau, zeg maar, echt hobbymatig. Ja, echt hobby. Ik maak filmpjes van kapsels die ik dan maak of van de concept store waar ik sta. Mm-hmm. Fotografie vind ik leuk. Maar ook niks doen. Ergens in de natuur zitten en dan lekker met de kids spelen. Ja, vooral natuurlijk, we wonen in de Aldenhof en vlakbij Staddijk, Berendonk, de Haatse Venne. Ja. Vooral met de kids, nu het mooi weer wordt, veel naar buiten. Dat geeft mij, geeft mij voldoening, absoluut. Okay. Ik heb eigenlijk te veel hobby's om ze echt goed uit te kunnen oefenen ofzo. Nou, dat is op zich een goed teken natuurlijk. Kijk, het grootste hobby is knippen. Dat klinkt heel raar, maar je mag mij echt wakker maken voor het knippen. Ik kan echt genieten van een goed gesprek en een kapsel die ik knip, scheer. Ik heb me ook met politiek bezig gehouden. Ik ben ooit met de oprichting van de Piratenpartij actief lid. Ik ben nog steeds wel lid, maar... niet meer actief. Oké. De Piratenpartij, even denken, dat is natuurlijk vooral de internetprivacy en zo. En dat onder andere. Ik vond het verhaal van copyright en patentwetgeving wel interessant. Ja, dat vind ik ook altijd heel apart hoor, copyrights. Dan denk ik echt van, Zeg je? Vind ik ook altijd heel apart hoor, hoe dat werkt, copyrights en zo. Ik hoorde pas dat zelfs het lied Happy Birthday to You, dat heel lang een copyright heeft gehad. Dan denk je echt bij jezelf van, huh? Ja. Dank je voor het gesprek. Ja, dank je. Jij bedankt voor het knippen en het gesprek ook. Even de nekhaartjes wegscheren. Zo, dat was hem dan. Oké. Alsjeblieft. Nou, dankjewel. Graag gedaan.